Vivian Sevenig uit Lichtenvoorde maakt deel uit van het Nederlandse dameswaterpolo-team dat dit jaar Europees kampioen werd in Barcelona. Ter ere daarvan werd ze dinsdag 4 september gehuldigd bij haar oude club ZPC Livo, waar ze als 6-jarig meisje haar carrière begon. Vivian speelt tegenwoordig voor UVSE Budapest in Hongarije. De jeugdleden vormden bij zwembad het Meken-S een erehaag, waarna in het clubhuis de huldiging werd begonnen door Raymond Woperaas, voorzitter van Livo. Burgemeester Annette Bronsvoort van de gemeente Oostgelre sprak daar toe en liet merken dat zij trots was om weer een topsporter uit de gemeente Oostgelre te mogen huldigen. Zoals ook de topsporters Femke Stoltenborg, Lynn Knippenborg en Jelle van Gorkum mocht huldigen. Wethouder Bart Boskamp hield een toespraak waarin hij haar complimenteerde met haar doorzettingsvermogen en dat zij haar club waar het ooit begon trouw bleef. Tevens sprak hij een woord van dank uit naar alle vrijwilligers binnen de gemeente Oostgelre die zich inzetten voor de sport. Namens de gemeente werd haar een mooie karikatuur aangeboden met natuurlijk Vivian als middelpunt. Ook Vivian bedankte allen voor hun aanwezigheid, de betrokkenheid en het vele support. Hoe is het om hier in Livo, bij Livo te staan en gehuldigd te worden? Ja, echt heel bijzonder dat zoveel mensen voor mij hier zijn gekomen om mij te feliciteren met dit kampioenschap. Ja, ik was wel echt even overdonderd en er stil van, ja. En natuurlijk is mijn eerste vraag, hoe is dat om zo iemand te hebben in jullie midden? Ja, dat is ontzettend geweldig natuurlijk, dat iemand ja, wie vanuit je eigen vereniging komt, zulke prestaties neerzet. Ik bedoel, en dan vooral met zo'n ja, accommodatie en zo'n dorp waar wij leven, hè, en wonen. Ja, dat was ook dat iemand zo'n prestatie neer kan zetten. Ja. En, heb je nooit gedacht aan een andere sport? Nee, ik voelde me direct thuis hier natuurlijk bij ZPC Livo in dit bad. Eerst begon ik met zwemmen. Maar eigenlijk zodra ik met waterpolo begon, wilde ik niks liever dan waterpolen. Het zwemmen was meer in dienst van het waterpolo. Dus toen ik dat eenmaal deed, heb ik niks anders meer gewild. Want uiteindelijk Lichtenvoorde is niet het thuisbad als jullie wedstrijden spelen, toch? Nee, dat klopt. Dat verschilt nog wel. De ene keer is het vastveld, dan bij Aalten. Komend seizoen spelen we in Aalten. En dat is gewoon zo, omdat we hier in dit bad, die voldoet niet aan de eisen om waterpolo te kunnen spelen. Nou, ik heb Hongaarse les, dus het waterpolo Hongaars, dat versta ik ondertussen wel. Maar het blijft een hele moeilijke taal. Dus dat was wel echt even wennen en even zoeken. Maar ondertussen heb ik wel het een en ander geleerd en kan ik me wel redelijk verstaanbaar maken. Maar er zijn nog heel veel stappen te zetten daarin. De jeugd zou er best wel eens één of twee bij kunnen zitten die met de juiste begeleiding en ook doorzettingsvermogen, hè, wie Vivian toch altijd heeft gehad, die misschien ook wel in die richting kunnen komen. Of ze er helemaal komen, dat weet je natuurlijk nooit. Hè, maar er zullen wel één of twee talenten bij kunnen zitten. Nu jullie Europees kampioen zijn geworden, gaan jullie dan ook automatisch door naar de wereldkampioenschappen? Ja, maar dat zijn sowieso denk ik de eerste 6 van Europa. Die gaan sowieso naar de wereldkampioenschappen. Dus voor kwalificatie voor het WK hoeven wij ons eigenlijk nooit zorgen te maken. Omdat wij sowieso ook bij de top van Europa horen. De laatste paar jaren zien we wel dat het toeneemt, het ledenaantal. Dat komt natuurlijk ook wel omdat wij zelf het zwembad hier ook weer kon open blijven natuurlijk. En we doen er zelf ook wel zoveel mogelijk aan om de zwemsport en dus ook het waterpolo onder aandacht te brengen bij de schooljeugd. En zo hopen wij wel dat toch wel dat het wel blijft groeien, ook al is het lichtjes. Maar ja, de voetballen blijft natuurlijk de sport, hè. Dus, ja. Ik ben ook student rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. Dus daar ben ik nu tweedejaars. Ik zou nog wel even mee kunnen. Ik ben nu 25 jaar oud. Ik denk dat ik tot mijn 30ste sowieso wel kan spelen. Ook natuurlijk moet ik een beetje geluk hebben met blessures, dat het lichamelijk allemaal mee zit. Maar tot zover heb ik er gewoon nog heel veel zin in en denk ik nog niet aan stoppen.